Zijn er ook vrouwen in het Teylers? Weinig, maar toch. Zien we in het museum zo weinig werk van vrouwen aan de muur omdat het een wereld is gedomineerd door mannen, of waren er in het verleden veel minder vrouwen die professioneel gingen schilderen en dat ook na hun moederschap bleven doen? In het Teylers hangt een aantal van die vrouwen. We beginnen met Henriette Ronner Knip. Henriette Knip schilderde nog tot aan haar dood, 87 was ze toen. Eerst landschappen met dieren en later vooral honden en poezen. Veel succes had ze daarmee internationaal en in Brussel waar ze woonde. Het was een grote dame. Zowel in België als in Nederland werd ze geridderd. Zij was de meer getalenteerde dochter van haar vader, ook een kunstschilder die hier boven haar hangt. En dan is er Elisabeth Hane, ook de dochter van een kunstschilder en het oudere zusje van Adriana Hane, die samen met Maria Vos, haar vriendin, in Oosterbeek schilderde. Zelf bleef ze in Amsterdam werken. Typisch vrouwelijke onderwerpen, in die tijd toch. Ook hier een vrouw met een kindje en de duiven als huisdier, de duiven ook symbool voor echtelijke trouw. Schildertechnisch knap, maar toch weinig origineel. Interieurs die doen denken aan de 17e eeuwse schilders. Aan Gerrit Dou bijvoorbeeld. Therese Schwarze, de grande dame van de portretkunst rond 1900, de eerste vrouwelijke ridder in de Orde van Oranje trouwens, is hier getekend door Jan Vet. Van haar is er in depot een portret van Frederik van Ede. Haar nicht Lizzie Ansing, een van de 5 zogenaamde Amsterdamse juffers. Juffers, dat waren juffrouwen die ook schilderden. Zij schilderde het portret van een andere Amsterdamse juffer, Koba Ritsema. Ansing was bekend om haar poppenschilderijen en ook om haar kinderboeken. Nooit getrouwd, maar wel bevriend met onder meer Breitner. En zijn felle kleur en de losse toets, dat is hier herkenbaar. Koba Ritsema stond bekend als een stille, wat onhandige vrouw. Dat is hier ook mooi te zien. Koba of Jacoba Ritsema werd in haar tijd als een zeer begenadigd impressioniste gezien. Landschappen en portretten met vrouwen in hun dagelijkse bezigheden, met een eigen coloriet. Een der laatste bohemiennes werd ze wel eens genoemd. Maar de belangstelling voor deze zeer getalenteerde Amsterdamse joffer, eigenlijk kwam ze uit Haarlem, verdween heel snel na haar dood in 1961. 1961, dat was de tijd van Cobra, niet van de Amsterdamse joffers. Een vrouw die van vrije tijd schilderen haar leven maakte was Lucie van Dam van Isselt, uit een patriciusfamilie in Bergen op Zoom. Ze trok eerst naar de kunstenaarskolonie in Oosterbeek en dan naar Walcheren, waar onder meer ook Torop, Mondriaan, Jacobus van Heemskerk zaten, en was er heel actief in het artistieke milieu. Eén klein schilderijtje hangt hier, een ingetogen compositie, in wit en zilverkleur, met een vleugje geel.